vlog 48 alweer. Welkom. Ja, welkom bij de nieuwe vlog. Ja, we gaan er weer wat moois van maken. Zeker weten. Niet de diepte in te kijken. Oh. Dat staat misschien op de desk. Zo, we zijn weer onderweg naar de volgende camperplek. Ja, dat is... We zijn vertrokken van El Ermita. Avontuurlijke route. Voor ons gaat een camper, ik weet niet wat doen. Ik heb ook geen idee. Oh, die gaat daar staan even, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Kopje koffie drinken of zo. En we zijn nu op weg naar... Casa Lumbreras. We komen van La Ermita. Leuke camperplaats. En we gaan nu 43 kilometer verder. Ja. En dat gaat bij Puerto Lumbreras. Ja. We gaan net zoals de buren fietsen. Ineke is nog even de tas aan het inpakken. We gaan een hapje eten en dan gaan we boodschappen doen. Toch, Ineke? Ja, zeker wel. En waar gaan we boodschappen doen? Puerto Lumbreras. Hoe zeg je dat allemaal? Puerto Lumbreras. Lumbreras. We hebben net ontdekt dat de U uitgesproken was een U. Oh. Het is ook Murcia. Oké. Nou, Ineke heeft er alweer genoeg van, tabak van. Later. Er zit een vlieg op mijn neus, Ineke. Ja, niet meer. Hij is weg. Nee, niet meer. Hij is weg. Wat gaan we doen? We gaan naar Lorca fietsen. Ja, hè? 38 minuten. 38 minuten. Nou, dan moeten we aardig gaan aanpoten. Nou, met de elektrische fiets valt dat wel mee. Het is mooi weer, maar het waait een beetje. Ja. Het is warm. Ik heb vest aan, maar ik heb het warm. Ja, ik heb een trui aan. Ik heb het nog niet echt warm. We gaan de fietsen ophalen. Die staan op de camperplaats. Ja, daar. Apart. Die gaan we even ophalen. Die staan daar in het hoekje. Oh, daar in het hoekje. Kun je niet zien, olijfbomen ervoor. En dan gaan we fietsen. Zo, we zijn een stukje onderweg naar... Lorca. Lorca. We hebben microfoontjes, dus dat moet goed komen. Komt er geen auto aan? Nee, dan kan ik oversteken naar mijn lieftallige echtgenoot. We moeten nog 5 kilometer fietsen. Hoeveel nog? 5 kilometer. Oké, nog 5 kilometer. Dat is 16 minuten nog, zegt Google Maps. Zegt Google Maps. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Lorca? Ja. Ja? Ja. Oké. Waar zijn we, Ineke? In Lorca. In Lorca. Ja, midden in het centrum, denk ik, bij een restaurant. Dat heet Albedrio. Nou ja, een tapasrestaurant. Een tapasrestaurant, ja. Ik ga zo wat bestellen. Ja. Iets met 12 units en... 10 kroketjes. Oké, en we hebben een lekker wijntje. We hebben een lekker wijntje, wit en rood. Mooie glazen. Mooie glazen trouwens. Dus dat komt wel uit, dit hè. En dan gaan we straks kijken even of we nog iets kunnen bezichtigen. Misschien naar het kasteel boven. Ja, kijken. Wie weet. We zien het wel. Dag Ineke. Hey, hallo. Is het belangrijk? Nee, ik zit te kijken. Ja? Nee, dan ga ik straks verder kijken. Okay. Niet belangrijk. Niet belangrijk. Nee, blijf even zo, want die zit dan op de goede lijn. Oh, oké. Okay. Heb je lekker gegeten? Ja. Ik heb tot nu toe lekkere hapjes gehad, ja. Ja, hè? Ja, een lekker wijntje. Maar je hebt nog meer besteld? Ik heb nog meer besteld. Er komt nog wat aan. Artisjokken met scrambled egg. Ja, lijkt me lekker. En patatas bravas erbij. Ja, lekker. Dus ik ben benieuwd wat dat is. Ja. En dan kijken of we daar nog een dessertje, een postros. Ja, lekker. Ik ben dol op dessert. Ja, met een kopje koffie nog erbij. Ja. En Ineke, was het lekker? Ja, heerlijk. Ja, echt lekker. Heel apart, die scrambled eggs met ham en artisjokken. Ja. Ja, dat was heel apart. Ja. Wel lekker. Ja. En de patatas bravas? Ja, dat was met cocktailsaus, denk ik. En die witte weet ik niet. Geen idee wat dat was. Het was ook heel lekker. Een soort mayonaise, maar iets witter. Ja. Iets meer citroenachtig. Ja, ik weet het niet. Nee, weet het niet. Nu gaan we nog een glaasje wijn, heb je besteld? Hebben we besteld. En daarna gaan we nog een dessert bestellen waarschijnlijk. Ja, ik heb al iets met cheesecake gezien. Jij bent van de cheesecake, hè? Ja, heerlijk. Ja. Ik weet het nog niet, maar dat ga ik straks bekijken. Ik wil eerst een wijn.
op deze zaterdag. Goedemorgen allemaal. We trekken net van Puerto Lombreros. Nou, nee, Casa Lombreros. Casa Lombreros. Ja, we hebben vijf dagen gestaan. Ja. We zijn naar Lorca geweest. En dan kan duifje. Ja, anders word je voor je sodemietertje gereden. Anders word je frikandellenvlees. Daar komt niks aan. Het is een mooie plek, mooie omgeving. Ja. Maar het is jammer dat er van die. Dat het af en toe. Nee, dat zeggen we niet. Nee. Knippen we eruit. Knip. Oké, en nu gaan we boodschappen doen. In Puerto de Mazarón. Bij de Lidl. En nou, daarna. Even pinnen. Ja. Dat moeten we ook doen. En daarna gaan we de berg op. Naar Casa Rocky. What's in the name? Oké. Hier gaan we nog even slingeren. Toch wel indrukwekkend, hè, die berg. Jazeker, ja. Dat is ook wel mooi, deze. Dus op naar Puerto de Mazarón. We rijden nu richting Lorca, want daar heb je het kasteel waar we... Gisteren bijna geweest zijn. Maar het was even net iets te stijl. Ja. Maar het was wel even lekker fietsen gisteren. Ja. Oké. Nou, waar zijn we net voorbij gereden, Ono? We zijn net voorbij Les Torres gereden, Ineke. Ja. En nu gaan we verder naar... En nu gaan we verder de berg in. Want we gaan naar... Casa Rocky. What's in the name? Ja, alleen je schrijft het anders. Schrijft het iets anders. Ja. Maar dat, dat wordt nog een... Dan vragen de mensen natuurlijk meteen af, maar wat bedoel je dan? Maar dat gaan we niet zeggen. Nou, omdat de naam van onze kleinzoon ook Rocky is. Ja. Maar dat schrijf je R-O-C-C-I. Ja. En dit is Casa Rocky. R-O-C-K-I. Krek. Ja. Oftewel... Trouwens, een campplaats met twee plekken waar je alleen op afspraak kan komen. Ja. Laat ik dat even nadrukkelijk zeggen. Staat ook niet in campercontact of een van die apps? Alleen op afspraak. Oké, het is mooi weer, jongens. Ja, zeker wel. Nou, laten we straks wel even het vervolg zien. Nou, daar gaan we dan, het laatste stukje. Ja. Het is smal. Nou, smal valt mee. Maar er kan maar één wagen door, ja. Of één camper in ieder geval. Dit is niet echt voor comfortcampers, camperaars, hè, Ineke? Nee, ik zou maar wat rustiger rijden. Nou, ik wil ook wel een beetje omhoog, Ineke. Dus dan ga ik niet te rustig. Oh, kijk toch eens, jongens. Wat een uitzicht heb je hier. Oeh, dan hoef ik niet de diepte in te kijken. Oh! Even. Ik dacht even dat we daar naar boven moesten. Maar we moeten buiten bocht blijven. Als ik het filmpje goed onthouden heb. Oeh, jongens. Ik heb helemaal geen last van hoogtevrees, maar als ik dit toch aan de zijkant zie. Ik zal dit niet snel een tweede keer doen. Daar is die, denk ik. Oh, zijn we dan toch verkeerd? Nee, ik denk... Dus even kijken wat eruit. Ja, maar we staan daar. Ja, we moeten daarheen. Even omplet hier, hè. Ja, maar dat is wel te doen. Oeh, dit is wel erg krap. Ja, hier gaat het goed. Hier ook. Oh. Ja, ga maar. Dit is niet te filmen, hoor. Jawel. Oeh. Hey, er staan nog een camper, twee campers. Ja. Ik weet niet of het wat geworden is, het filmpje. Want? Nou, ik wil steeds zelf ook kijken. Ja. Ik denk dat je hier... Oh! Daarin, denk ik. Ja, ik denk dat je er nog wel bij kan staan, hoor. Nou, even... Zo, een beetje aan het dreigen. Net een
behoorlijk klimmetje gemaakt. Dit is het uitzicht van de camperplaats. Eigenlijk aan de andere kant van de camperplaats. Over het Spaanse land. Het is hier wel heel erg mooi. Wat een uitzicht. Dit is landinwaarts, want als ik mij omdraai, daar ligt de zee. Kijk, de B&B. Mooie plek, mooie B&B, mooie ruimte. Plek voor twee camperplaatsen. Eén camper is van de eigenaar en eigenaresse. Wij staan in het midden en daarachter staan mede-camperaars. Ik ben boven, maar ik ben wel helemaal leeg. Kijk, de B&B. Misschien zien we de Indico ook. Bij de camper. Ideaal om te mountainbiken. Je zal daar maar af komen rijden. En dan voor mij nu rechts afgaan. Nou, het is weer vertrekdag, hè? Ja, en deze bijzondere vertrekdag. Ja, we hebben een heerlijke tijd gehad. Ja. 2 dagen maar eigenlijk, maar lekker tot rust gekomen. En nu gaan we weg. Het wordt weer een apart weggetje. Ik wil ook kijken.